Vandaag in het hart van Brabant Nieuws. Onderzoek naar ongeregeldheden tijdens festival in Moergestel afgerond. Tilburgse verzekeraar Interpolis bestaat 50 jaar. Het onderzoek naar de incidenten tijdens het feest van de lange nacht bij het draaiboompje in Moergestel is afgerond. Eind oktober ontstonden er ernstige ongeregeldheden bij het festival. Burgemeester Hans Jansen besloot een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aanleiding van de incidenten, het handelen van de betrokkenen en de gevolgen ervan. Het onderzoek is inmiddels klaar. In het onderzoeksrapport staat wat er die bewuste avond gebeurd is en noemt een aantal aanbevelingen om ongeregeldheden in de toekomst te voorkomen. Het gaat hierbij om een eenduidige aansturing van de beveiliging, het opstellen van een beveiligingsplan en het inzetten van effectieve communicatieapparatuur. Bij de Oosterpoortflat aan de Enschotse straat in Tilburg zijn afgelopen weekend ramen en muren beklad met hakenkruizen. Zondagochtend kwamen er meerdere meldingen van de vernielingen binnen bij de politie. Volgens de bewoners is er in de flat al langer sprake van overlast door drugsgebruik en illegale activiteiten. Door wie de flat is beklad en om welke reden is niet bekend. Maandag is de politie bezig geweest met het doen van buurtonderzoek, maar tot op heden zijn daar nog geen resultaten van bekendgemaakt. Het is vandaag een speciale dag voor Interpolis. De verzekeraar met het hoofdkantoor in Tilburg bestaat op de dag af 50 jaar. De organisatie is niet alleen bekend vanwege het aandeel in de Tilburgse skyline, maar ook als pionier in de jaren 90 van wat bekend is geworden als het nieuwe werken. En dat is een hele andere manier van werken. En je ziet in de jaren daarna, zoals heel veel bedrijven ons gevolgd hebben in het werkconcept, zoals we dat noemen. Dus ook een nieuwe manier van leiding geven. Meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de medewerkers, zodat er een hogere productiviteit ontstond. Dus het is een hele andere manier van werken geweest. Niet alleen maar een andere manier van inrichting van een pand. Iemand die de overgang van het oude werken naar het nieuwe werken nog heeft meegemaakt, is Peter de Bond. Al 40 jaar werkt hij als jurist voor de Tilburgse verzekeraar. We zijn nu op mijn vlek. Uw vlek? Mijn vlek. Zevende etage toren van Interpolis. En we hebben een vlek in de zin van in plaats van een plek. Waar eigenlijk een soort thuisbasis in het gebouw is. Je hebt hier je lokker, je hebt hier een la in een kast. Vroeger hadden we hier een postvakje en een mobiele telefoon. Een van de eerste mobiele telefoons overigens die we gebruikten bij Interpolis. En van daaruit, daar staan je spulletjes, zeg maar. Was dat meteen geweldig voor u? Ik vond van wel. U was meteen enthousiast? Ja, maar er zat ook een hele omslag van het bedrijf achter. We hadden een prikklok in het oude gebouw. En nu kon je komen en gaan wanneer je wilde. We hoefden onze eigen lunch, konden we zelf afrekenen. Er zat geen cachère meer. Dus dat waren allemaal vormen van vertrouwen, van verandering die echt progressief waren op dat moment. En was iedereen daar meteen enthousiast over? Ik denk het niet. Er zijn mensen die in het oude gebouw een eigen kamer hadden. En hier heeft letterlijk niemand een eigen kamer of een eigen werkruimte of werkplek. Dus ik ken zelfs mensen die een ander bedrijf zijn gaan zoeken om die reden. Maar u hecht niet zo aan een eigen kamer? Nee. Weet je, het gaat mij om het plezierig samenwerken en dat is op deze manier gaat dat veel beter. Geen vaste plaatsen voor het personeel dus, maar als organisatie heeft Interpolis in Tilburg zeker haar vaste plek gevonden. Ja, dat gevoel heb ik zeker. Ook als je kijkt, wij zijn natuurlijk hier met ons hoofdkantoor in Tilburg gevestigd. Maar we hebben ook allerlei vormen van samenwerking binnen in de gemeente. We doen zaken met het Textielmuseum. We werken met de gemeente aan klimaatverbetering. Dus allerlei vormen zijn we bezig om in deze stad te aarden, te blijven aarden en dingen op te pakken. En goed geaard, dat kun je van Peter met zijn 40 dienstjaren ook wel zeggen. Een carrière waarvan hij geen spijt heeft gehad. Ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad. Ik heb 2 keer op het punt gestaan om elders te gaan werken. Vanuit het idee van, je kunt toch niet al die tijd bij één werkgever blijven. Je moet ook eens een keer bij een ander gaan kijken. Maar dan sprak ik ook hier mensen en dan zei ze, als je dat alleen maar doet om te veranderen, er is geen betere werkgever dan Interpolis. Dus tel je gezegeningen, tel je knopen. Ik heb geen kristallen bol, maar zolang ik het hier naar mijn zin heb en ik uitdagend werk heb en voor een mooi bedrijf en merk mag werken, blijf ik hier mooi werken. Ja, zeker. Op dit moment heb ik geschreven licht.
liefde voor ieder en alle, waar ook. Dus waar je ook bevindt, liefde, licht, dat wens ik voor iedereen. En zo hangen er nog meer wensen in de kerstbomen van Joris Lintzen, die niet alleen als grote varianten in een aantal Nederlandse steden staat, maar ook als kleine versie, verspreid over 200 bibliotheekfilialen in het land. Zo staat er ook één bij de bibliotheek op het Wagnerplein, waar de boom niet alleen dient om een dierbare in het licht te zetten, maar ook als plaats om elkaar te ontmoeten. Ten eerste mag het gewoon een verrassing zijn als je binnenloopt dat je ineens denkt, hé, wat is dit? Dus gaat kijken en wat opschrijft en misschien ook in gesprek raakt met iemand anders die bij die boom is en elkaars verhalen deelt of dat onze medewerker je aanspreekt. Dus het is juist ook een ontmoetingsplek, bedoeld als ontmoetingsplek waar mensen niet alleen iets opschrijven, maar misschien ook wel even een gesprekje hebben en hun verhaal kunnen doen. Is dat iedereen die hier langskomt, met of zonder geloof, maakt eigenlijk niet uit, hier een bal in kan hangen en daarmee een wens kan achterlaten. Maakt ook niet uit of dat nou voor iemand van heel dichtbij is of van ver weg. Dat vind ik het mooie aan Joris Kerstboom. Dat de boom ook bij de bibliotheek staat, vinden de medewerkers niet zo vreemd. Zij zien de BIEB namelijk ook steeds meer als ontmoetingsplek voor bewoners in de wijk. Wat we als bibliotheek het hele jaar door eigenlijk proberen te doen. Een plek van ontmoeting waar mensen verhalen en kennis delen. En waar we bijvoorbeeld ook een ouderkamer hebben. Waar ouders met elkaar in gesprek gaan, ervaring uitwisselen. Of een taaltafel. Of we hebben ook een andere vestiging, een human library. Waarbij je één op één in gesprek gaat met een levend boek, een mens. Dus dit is weer een andere vorm van verhalen uitwisselen.